begin. Goed, het wordt opgenomen. We beginnen met de introductie over flexibele energie. Dan gaan we het hebben over cable pooling, de potentie en wat er allemaal mogelijk is. Dan gaan we het hebben over energieopslag, de haalbaarheidsstudie die is gedaan bij een energiepark. En we sluiten af met project Heten, waar René ook vertelt over de eerste ervaringen en de rol van aggregator. En tussen elk punt, elke kopje, is er tijd voor vragen, zoals Michel aangaf. Dan beginnen we met de introductie. Ons webinar heet flexibele energie, maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Er zijn hier 5 vormen van flexibiliteit. Er zijn er vast meer, maar dit zijn wel 5 belangrijke vormen. We beginnen met aanbodsturing. Dat is eigenlijk een beetje ons oude systeem waarbij onze opwek onze vraag volgt. Dus op de momenten dat er veel vraag is naar elektriciteit, regelen onze aardgas- en kolencentrales bij. En op de momenten dat er de vraag naar beneden gaat, schakelen ze weer terug. Vraagsturing is eigenlijk net andersom. Dat is ook iets dat we steeds meer tegen gaan komen. Naarmate er meer duurzame opwek komt, dat lastig te sturen is. Dus op de momenten dat er veel aanbod is van zon en wind, kun je je vraag daarop aan bijstellen. Nummer 3 is de interconnectie. Dat zijn de internationale verbindingen met Nederland, met Noorwegen, met Engeland, met Duitsland. En zo kun je dus je elektriciteit van de ene plek naar de andere plek transporteren en zo flexibiliteit creëren. De uitbreiding van het elektriciteitsnet is een beetje, lijkt daarop, maar dat is echt lokaal. Dus in Nederland kun je meer kabels of dikkere kabels aanleggen om zo de elektriciteit van de ene plek naar de andere plek te transporteren. Dan energieopslag, kunnen we ook nog conversie aan toevoegen. Maar dat is echt dat je vraag en aanbod op de juiste tijd bij elkaar brengt. Dus je kunt energie opslaan in de vorm van aardgas, kolen, waterstof, elektriciteit in de vorm van chemische energie. Er zijn heel veel verschillende soorten en die zorgen ervoor dat je dus op het juiste moment de energie kunt hebben. En waarom is dit zo belangrijk en waarom wordt flexibele energie steeds belangrijker? Ik geef u 2 redenen. Allereerst vanwege de verplaatsing van opwekking van centraal naar decentraal. We zagen van oudsher veel aardgas- en kolencentrales op logische plekken in Nederland die hun opwek naar de vraag brachten. Maar we zien nu steeds meer wind en zon komen die op veel decentralere plekken worden neergezet. En die moeten we koppelen aan onze vraag. Het tweede is vanwege de toenemende onbalans tussen vraag en aanbod. Dat komt omdat we steeds meer wind en zon bouwen en die niet te regelen zijn. Je kunt niet op een knopje drukken en het gaat harder waaien. Dus er zal, naarmate er meer duurzame opwek komt, ook de onbalans zal toenemen. Omdat onze vraag lastiger te sturen is. Ik zal beide nog even toelichten. Allereerst de verplaatsing van opwekking. Hier zien jullie links de congestiekaart van Nederland. Congestie betekent overbelasting. Overbelasting van het elektriciteitsnet. En hier betekent hoe donkerder de kleur, hoe meer overbelast het net is. Dus het net zit gewoon vol. Met de rode plekken kun je geen nieuwe netaansluiting krijgen, omdat het net dus vol zit. En wat je ziet is dat juist op de plekken waar van ouder weinig vraag was naar elektriciteit, bouwen wij onze wind- en zonneparken. Daar is ruimte, maar daar is niet per se de vraag. En van oudsher was er ook geen vraag. Dus ons elektriciteitsnet is daar niet op gebouwd. Dus raakt daar ook sneller over belast. We zien congestie eigenlijk in alle lagen van ons elektriciteitssysteem. We zien het in de laagspanning. Dat zijn de aansluiting van de huizen. Komt door elektrificatie van de huizen. Komt ook doordat wij steeds meer zonnepanelen op onze daken leggen. En daardoor wordt ons elektriciteitsnet overbelast. We zien het ook in middenspanning. Er zijn de bedrijven, de kleinere industrieën zijn erop aangesloten. En ook onze relatief kleine wind- en zonneparken. Die zorgen dat het net overbelast raakt. En ook in het hoogspanningsnet. Dus dat is het net van Tennet.
onze landelijke netbeheerder, waar de grote zware industrie op is aangesloten. Maar ook steeds meer grotere wind- en zonneparken worden aangesloten. Ook daar ontstaat congestie. Naast dat we ervoor kunnen zorgen dat het net uitgebreid wordt, kunnen we ons elektriciteitsnet ook slimmer en efficiënter gebruiken. En daar komt cable pooling om de hoek en dat zal ik straks meer toelichten. De tweede reden dat we flexibiliteit nodig hebben, is vanwege de toenemende onbalans. We zien hier twee bijna achtereenvolgende dagen. En jullie zien de opwekprofielen. Waarbij geel zonnepiek is, lichtblauw is wind op land, donkerblauw wind op zee en groen is biomassa. En je ziet een groot verschil tussen de dag boven in het plaatje en de dag daaronder. Op hetzelfde tijdstip, rond 2 uur, is je boven in zo'n 8 gigawatt opgesteld vermogen. En het plaatje onderin nog geen 1,7. Maar onze vraag volgt dit aanbod nog niet zo goed. En dat zie je terug in de elektriciteitsprijzen, die tot stand komen door vraag en aanbod. Als we kijken naar het plaatje rechtsboven, zien we dat op de momenten dat er veel duurzame opwek is, en dan met name in de zonnepiek, is er relatief weinig vraag en dat drukt de prijzen naar beneden. Als we dat vergelijken met het plaatje rechtsonder, wanneer er dus weinig duurzame opwek is, en relatief dezelfde hoeveelheid vraag, dan zien we dat de prijzen hoger liggen. Want onze aardgas- en kolencentrales moeten dit gat van duurzame opwek opvangen. En daardoor stijgen de prijzen, want ze hebben hogere marginale kosten. Hier zien jullie een recent voorbeeld. Dit was zondag 9 mei, het was toen moederdag. Hier zien jullie weer de elektriciteitsprijzen voor die dag. En er vallen twee dingen eigenlijk op. Allereerst zien we dat in de middaguren, dus tussen 1 en 5 voor Nederland, zien wij negatieve elektriciteitsprijzen. Er was die dag zoveel zonopwek en relatief weinig vraag, het was op een zondag, dat onze elektriciteitsprijzen negatief werden. Dat betekent dat je moet betalen om die elektriciteit op het net te zetten. Het tweede interessante is dat op het moment dat het mooi weer is in Nederland, het ook mooi weer is in de rest van West-Europa. Dus ook Duitsland, België, Denemarken en Frankrijk hadden negatieve prijzen. En dit gebeurt al redelijk vaak, negatieve prijzen. En de voorspelling is ook dat dit steeds meer gaat voorkomen. En een manier om die negatieve stroomprijzen te voorkomen is door het tijdelijk op te slaan. Komen we even terug bij waar ik begon. Er zijn dus verschillende vormen van flexibele energie. En wij gaan het vanavond hebben over uitbreiding van het elektriciteitsnet. Maar dan niet de uitbreiding, maar hoe we daar slimmer mee om kunnen gaan. En over energieopslag, waar Meerte en René het straks over gaan hebben. Zijn hier vragen over? Ik zie geen vragen in de chat. Dus ik denk het niet. Nu komt natuurlijk ook het nog leukere gedeelte. Gaan we nu de inhoud in? Gaan we het hebben over cable pooling? Okay. Ja? Oké. Okay. Cable pooling, en wat is dat eigenlijk? Cable pooling is niks meer dan het delen van je netaansluiting. En je netaansluiting definiëren wij als het punt in het inkoopstation tot het onderstation. Het inkoopstation is het station dat dicht bij je windturbine of je zonnepark staat, waarin alle kabels bij elkaar komen, er wordt gemeten en het overdrachtspunt is naar de netbeheerder. Vanuit daar gaat er dan één kabel of soms meerdere kabels naar een onderstation van de netbeheerder. En dat is eigenlijk het punt waarop je stroom op het elektriciteitsnet wordt gezet. Dat deel noemen wij de netaansluiting. Nu was het zo dat voor juli van vorig jaar je alleen mocht cable poolen, dus alleen je netaansluiting mocht delen, wanneer die productieinstallaties, dus je wind of je zon, zich op dezelfde onroerende zaak bevonden. Daarmee was het alleen geschikt voor één eigenaar. Dus het zonnepark en het windpark moesten dezelfde eigenaar hebben. En ook de netaansluiting heeft één juridische eigenaar. Toen is er vorig jaar een wetswijziging heeft plaatsgevonden. Die zei dat wanneer productieinstallaties zich in elkaars onmiddellijke nabijheid bevinden, ze mogen worden beschouwd als één onroerende zaak. Daarmee werd het mogelijk om je netaansluiting te delen tussen meerdere eigenaren. Dus het windpark van eigenaar Y, zonnepark van eigenaar X.
Wel is er nog steeds één juridische eigenaar van de netaansluiting. En waarom is cable pooling zo interessant? We zien hier weer hetzelfde plaatje als dat ik net liet zien, maar dan met twee percentages. Dat is de tijd in het jaar, voor wind dan bijvoorbeeld, dat wind op vol vermogen heeft geproduceerd. Dus het waait niet altijd, en het waait ook niet altijd heel hard, dat die op vol vermogen kan draaien. Maar je moet je netaansluiting wel 100% dimensioneren. Maar je benut het dus niet voor 100% van de tijd. En voor zon is het maar zelfs 10%. En zon en wind die vullen elkaar heel erg mooi aan. En dat zien jullie in deze grafiek. Hier zien jullie de opwekprofielen van wind en zon. Voor 2020 was dit van een wind- en zonnepark. En jullie zien op de momenten dat er veel wind is en relatief weinig zon is. En net andersom. Dus in de zomer is er meer zon dan wind en in de winter net andersom. Als we kijken naar die zwarte stippellijn die ik heb getekend, zie je dat dat de netaansluiting moet voorstellen. De netaansluiting heeft een bepaalde maximum terugleverkapaciteit. Die mag nooit worden overschreden. En je ziet dat wind en zon elkaar heel mooi aanvullen en dat er maar enkele momenten zijn dat die netaansluiting wordt overschreden. Nu is dit natuurlijk op maandbasis en kijk je in de werkelijkheid op een veel kortere tijdsperiode, dus uur, kwartier, 5 minuten basis. Maar ook dan zie je dat wind en zon complementair zijn aan elkaar. Dus dat betekent wanneer het hard waait, schijnt de zon vaak minimaal en net andersom. Daarom is er maar voor ongeveer 3% van de tijd curtailment nodig of opslag. Dus dat je moet afschakelen. En dit zijn ook vaak de momenten dat de elektriciteitsprijzen laag zijn. Cable pooling kan er dus voor zorgen dat je je netaansluiting efficiënter gaat benutten. Nu was de wind- en zoncombinatie één voorbeeld van cable pooling. Maar het is ook mogelijk om wind en wind, of in dit geval zon en zon, te poelen. Bijvoorbeeld als je een zonnepark aan het ontwikkelen bent, heb je een bepaald vermogen, het opgesteld vermogen. Ga je naar de netbeheerder voor het aanvragen van een aansluiting. En dan kun je op een bepaald spanningsvlak worden aangesloten. Ik heb hier 50 kilovolt neergezet, 50 kV. Maar stel dus een ander zonnepark in de buurt dat ook aan het ontwikkelen is. En samen hebben jullie een groter opgesteld vermogen. En samen kunnen jullie wellicht ook op een hoger netvlak aansluiten. Dit kan gunstig zijn. Het kan zijn dat je dan minder kabels nodig hebt, een duurdere, maar wel minder kabels. Het kan ook zo zijn dat de afstand tot het onderstation dichterbij is. Dus dat je een kortere kabel nodig hebt. Het is dus ook belangrijk om te kijken wat het tipping point is. Wat is het omslagpunt? Bij welke grootte wordt het financieel gunstig om samen aan te sluiten? Wat is dan de potentie van cable pooling? Er wordt op dit moment geschat tussen de 2 en 4 gigawatt extra opwek mogelijk is, zonder dat het net verzwaard hoeft te worden. En vanaf 2023 kan het oplopen naar 5 tot 6 gigawatt. Dus het zijn enorme aantallen die kunnen worden gerealiseerd zonder dat het net verzwaard hoeft te worden. Dit kan heel gunstig zijn voor de haalbaarheid van je project, helemaal in congestiegebieden. Waar je soms waar je geen netaansluiting kunt krijgen, of soms 5 tot 10 jaar moet wachten tot er een netaansluiting beschikbaar komt. Kan ook de doorlooptijd enorm verkorten voor een project. De aansluiting ligt er immers al. Hetzelfde geldt voor de aansluitkosten. De aansluiting, de kabel liggen er al waar gebruik van kan worden gemaakt. En een nieuwe aansluiting kost al gauw enkele miljoenen. Cablepoolen is een nieuw concept, dus sinds vorig jaar is het toegestaan om te cablepoolen. Dus technisch en organisatorisch is er wel een en ander nodig om dit voor elkaar te krijgen. Ik noem hier een aantal aandachtspunten. Allereerst de ATO, de aansluitende transportovereenkomst. Het is belangrijk om een gezamenlijke entiteit op te richten om een contract af te sluiten met de netbeheerder. Het tweede punt is het maximale terugleververmogen. Het maximale terugleververmogen mag niet worden overschreden. Dat is slecht voor je kabels, voor je aansluitingen. Dat vinden netbeheerders ook zeker niet leuk.
Dus er moeten afspraken worden gemaakt over wie wanneer afschakelt op die paar momenten in het jaar dat je toch je vermogen zou, je maximale terugleven vermogen zou overschrijden. Hier moet je de sturing goed regelen. De derde is PPA, dat is je stroomcontract. Het is gunstig om voor je wind en voor je zon een apart stroomcontract af te sluiten, om zo de meest optimale prijs te krijgen voor je elektriciteit. Er is een standaard kabelpoelingovereenkomst opgesteld, onder andere door Energie Samen. Hierin staan handvatten voor duidelijke afspraken voor die samenwerking, zowel juridisch als financieel. Deze overeenkomst, standaard overeenkomst, is beschikbaar voor leden. Dus mocht u daar interesse in hebben, kunt u contact met mij opnemen. Hier staan verschillende afspraken in. Afspraken die moeten worden gemaakt op de voorwaarden voor het op- en afschalen. Dus stel, een windpark wordt gesaneerd. Wat gebeurt er dan met de netaansluiting? Of een zonnepark wil uitbreiden? Afspraken moeten worden gemaakt over de opstalrechten die wellicht zijn gevestigd voor het bestaande windpark. Kan het zonnepark daar ook gebruik van maken? En ook afspraken over kosten en vergoedingen. De afschrijfkosten van de netaansluiting, periodieke kosten voor de netbeheerder, maar ook eventuele aanpassingen in het inkoopstation. Kabelpooling is een relatief nieuw concept, maar biedt enorm veel potentie. Dat was eigenlijk waar ik mee wilde afsluiten. Ja, ik heb nu wel een vraag van Sjoerd Hupkes Wijnstra. En ja. Hij wil graag weten of de netbeheerder of Tennet inzicht geeft in het omslagpunt tussen aansluiting op 50 kV of 10 kV. Ja, dat kan in afstemming met de netbeheerder, dus de regionale netbeheerders zoals Liander of Enexis, Stedin of Tennet, worden besproken wat het meest gunstig is. Ook voor hen kan het gunstiger zijn om op een hoger netvlak aan te sluiten, omdat er bijvoorbeeld congestie is op een lager netvlak. Dus dat zal in samenspraak gaan met de netbeheerder. Oké, dankjewel. En dan heb ik ook nog een vraag van Arjan Bongertman van NOP Agrowind. Hij wil graag weten, waarom is een gezamenlijke entiteit in zaken ATO noodzakelijk? Kan een zonnepark niet op basis van, oh ja, MLOA? LOA, ja. Nee, je hebt inderdaad LOA nodig. Ik heb dat nu even weggelaten, maar je moet inderdaad meerdere energieleveranciers op één aansluiten. Dus je hebt een apart allocatiepunt nodig voor het nieuwe zonnepark bijvoorbeeld. Het hoeft niet per se een entiteit oprichten, maar het wordt wel aangeraden in het geval dat bijvoorbeeld het faillissement van het windpark, het windpark failliet gaat. Wat gebeurt er dan met de aansluiting? Dan wil je natuurlijk wel graag dat het zonnepark recht heeft op die aansluiting en niet dat het naar een derde gaat. Dus daarom is het gunstig om een entiteit hiervoor op te richten, wordt het aangeraden. Aha. En dan hebben we nog een vraag van Bert. En die zegt, die maakt eigenlijk een opmerking. Als er sprake is van negatieve energieprijs, moet je toch direct stoppen met zonneparken? Stoppen met het bouwen of ze afschakelen, misschien wat dat bedoelt. Dan kan het inderdaad gunstig zijn om af te schakelen. Nu is het wel op dit moment zo dat wanneer er negatieve stroomprijzen zijn van minder dan 6 uur achter elkaar, dat je nog wel je SDE-subsidie krijgt. Er wordt wel over gesproken om dat te gaan veranderen. En dan zal er ook meer een incentive zijn om inderdaad sneller af te schakelen of het op te slaan. Ja. Ja. Even kijken. Tom de Wit zegt, nu al een negatieve stroomprijs op zon-winddagen met... Dit gaat toch verergeren als 5 tot 6 gigawatt wordt bijgelegd met kabelpooling? Dat klopt. Dus hoe meer zon, zon heeft echt een veel duidelijkere piek dan wind. Dus er zal inderdaad hoe meer zon we bouwen, hoe vaker het zal voorkomen dat er negatieve stroomprijzen zijn. Dus daarom is het ook zo belangrijk om die flexibiliteit te creëren, waar we zo meteen ook wat meer over gaan vertellen.
Maar aan de andere kant, we willen ook wel steeds meer duurzame opwek hebben. Dus we moeten allebei. We moeten en meer duurzame opwek en meer flexibiliteit. Dat waren de vragen tot nu toe. En Mark Mangens die zegt nog opslaan van energie met een uitroepteken. Ik ook. Ja. Volgens mij kunnen we door naar het volgende onderwerp. Ja. Nog een vraag te binnen schieten, mag dat altijd. Ja, we gaan nu door naar Meerte. Hallo allemaal, ik ben Meerte Kopp, ik werk voor Winternie en ik ga jullie iets vertellen over een haalbaarheidsstudie die wij hebben uitgevoerd. We hebben gekeken naar een bestaand windpark en de vraag was, wat zijn de mogelijkheden als we daar aan een zonnepark en een energieopslagsysteem aan toevoegen? We willen dan gebruik maken van de bestaande netaansluiting van het windpark, dus het concept cable pooling, wat je net heeft toegelicht. En in vervolg van de presentatie zal ik af en toe het woord energiepark gebruiken. En dan bedoel ik dus de combinatie van een windpark plus een zonnepark plus een batterij. En het energieopslagsysteem is dus inderdaad elektriciteit opslaan in een batterij. De haalbaarheidsstudie heeft naar 5 onderdelen gekeken. Naar het ruimtelijk, technisch, financieel, organisatorisch en ook naar de omgevingsstrategie. Ruimtelijk, organisatorisch en omgeving is heel erg locatiespecifiek. En ik denk ook dat op dit moment voor deze doelgroep de technische en de financiële kant interessant zijn. Dus daar zal ik me nu even op richten. Dus om de technische en de financiële haalbaarheid zal ik iets meer over vertellen van dit specifieke voorbeeld. Het energiepark bestaat dus uit een bestaande windpark met een vermogen van 60,5 megawatt. De aansluitcapaciteit van 19,5 megavolt ampère. En opdracht was, maak optimaal gebruik van de grond. Dus kijk wat er mogelijk is voor het zonnepark rondom de windturbines. Of plaatsing van bijvoorbeeld energieopslagsysteem op de kraanopstelplaats. Uit onze analyse en berekeningen is het gekomen dat het zonnepark heeft een oost-west opstelling gekregen. Heeft ermee te maken dus dat het de helft van de dag heeft de ene helft van het zonnepark een optimale ligging ten opzichte van de zon. En de andere dag van de andere deel van de dag heeft het de andere kant weer een optimale ligging. En daardoor heb je minder hoge pieken in de productie. Daardoor is dus het productieprofiel iets vlakker en kan je nog efficiënter gebruik maken van je netaansluiting. Voor dit specifieke voorbeeld kon er wel 30 megawatt piek aan zon worden bijgelegd. Dat heeft ermee te maken dus dat we de oost-west opstelling gebruiken en dat er ruimte is bij de aansluiting. En we hebben het dan over ongeveer een zonnepark van 20 hectare. Voor het energieopslagsysteem zijn we uitgekomen bij een lithium-ion NMC batterij. Ik zal er straks nog iets meer over vertellen waarom we daarvoor hebben gekozen. En dan wordt er is gekeken van hoeveel wind hebben we aangesloten op de aansluiting, hoeveel zon. En wat is dan het optimale voor vermogen voor het energieopslagsysteem? Dat is 7,7 megawatt en met een capaciteit van 7,7 megawattuur. Dus dit is echt een specifiek voorbeeld voor deze locatie. Voor de netinpassing. We hebben gezegd, maak gebruik van de bestaande parkbekameling. Dat heeft de voorkeur. Er zijn ook zeker mogelijkheden daarin. Maar in de fase van de haalbaarheidsstudie hebben we wel gezegd, er is wel een kabelstudie nodig. Omdat de belastbaarheid van de bestaande parkbekameling, dat moet wel worden vastgesteld. En we hebben ook gekeken naar of de transformator in de windturbines gebruikt kunnen worden, ook om zeg maar, kosten te kunnen reduceren. Nou, dat is in dit specifieke geval helaas niet mogelijk, omdat de transformatoren ook in de windturbines zijn geplaatst. En in andere gevallen heb je ook wel eens dat de transformatoren naast de turbines zijn geplaatst. En bij transformatoren in de windturbines heb je ook gelijk met de turbineleverancier te maken. En dat zijn ingewikkelde gesprekken die we wel voeren overigens, maar nog geen toestemming dus hebben gekregen
om gebruik te maken van de transformator. En daarom is er voor de netinpassing dan in de business case rekening gehouden met toch wel het aanleggen van nieuwe parkbekabeling. Er was een nieuw inkoopstation nodig voor dit energiepark. Dat in een bestaande inkoopstation van het windpark waren er niet voldoende velden om het zonnepark en, het, en de batterij bij te plaatsen. En maakte dus wel gebruik van kabelvoeding. Dat beide parken, windpark, zonnepark, energieopslagsysteem bij elkaar komen in het inkoopstation. Gekozen voor de lithium-ion, NMC. NMC staat voor nikkel, mangaan, kobalt. Deze batterij, dit type, heeft een hele snelle reactietijd. Is daarom geschikt voor handel op de elektriciteitsmarkten en de balanceringsmarkten. Heeft ook een hoge energiedichtheid. Is daarom ook de meest gebruikte batterijtechnologie in de elektrische auto-industrie. En wordt nu ook gebruikt voor grootschalige opslag van elektriciteit. Omdat het dus al zoveel toepassingen kent, zijn er al normen en veiligheidsstandaarden ontwikkeld die niet voor alle batterijtechnologieën al aanwezig zijn. Zeker voordelen. En relatief lage kosten ten opzichte van de prestatie die geleverd wordt. Een laatste voordeel dat we nog willen noemen is dat de batterij is eenvoudig uit te breiden. Dus per megawattuur zijn eenvoudig aanpassingen te doen. Er hangen natuurlijk wel nadelen aan deze technologie. Dus de levensduur, dus hij veroudert door het snel ontladen, opladen en ontladen. Veiligheid, is nog wel eens in het nieuws over batterijen die in brand vliegen en dan heb je inderdaad wel een blusprobleem. En grondstofwinning is veel discussie over, met name kobalt, slecht voor het milieu slecht voor de mensen die veel discussie over hoe het gewonnen wordt. In deze haalbaarheidsstudie hebben we ook gekeken naar productieverlies. Dus je koppelt dus een windpark en een zonnepark aan dezelfde aansluitingen. Dat moet dan afgeregeld worden. Als je kijkt naar de totale elektriciteitsproductie van het wind en het zonnepark samen, dan voor dit voorbeeld moet het zonnepark wordt dan 3,8% van de totale elektriciteitsproductie moet dan afgeschakeld worden. En dat betekent dus dat het niet aan het net geleverd kan worden. In het grafiekje eronder kunt u zien, de gele lijn is het zonnepark van 30 megawatt piek. De grijze lijn is het windpark van 60,5 megawatt. En die bij elkaar opgeteld levert dan de groene lijn op. En de zwarte lijn die horizontaal loopt, dat is de capaciteit van de netaansluiting. En dus de groene pieken die boven die zwarte lijn uitkomen, dat kan niet aan het net geleverd worden. En dat is dus 3,8% van de totale elektriciteitsproductie. En het is wel zo dat dit figuur laat de combinatie van wind- en zonnepark zien. Als je daar het energieopslagsysteem bij zet, dan wordt ongeveer 25% minder, heb je 25% minder productieverlies. Dus er zijn dan momenten dat je je eigenlijk je overschot kan opslaan in de batterij. De financiële haalbaarheid van het energiepark, dus de combinatie van het windpark, zonnepark en energieopslagsysteem, kwamen uit op een investering in CAPEX van 16,8 miljoen. Daaronder vallen dus de zonnepanelen, frames en omvormers, het energieopslagsysteem, de batterij, dus lithium NMC, nieuwe parkverkabeling, het inkoopstation, software, aansturing, vergunningen, bouwleges, bouwkosten ook en projectmanagement. De jaarlijkse operationele uitgaven, die elk jaar terugkomen, zijn gesteld op 620.000 per jaar. En een jaarlijkse omzet in jaar 1 is 2,2 miljoen. Euro. Ik kom zo meteen nog even terug op die omzet. Die wordt staat uit de elektriciteitsproductie, maar ook uit het inzetten van de batterij op verschillende markten. Dit levert een netto rendement op de eigen investering op van 13,5%. En
break-even point, het moment waarop de totale opbrengsten gelijk zijn aan de kosten, zijn 8 jaar. Inkomst van de batterij, die bestaan uit de elektriciteitshandel binnen een dag. Die profiteren van hoge onbalansprijzen. Balanshandhaving voor Tennet. Dus Tennet heeft een aantal diensten die hij uitzet in de markt. Marktpartijen kunnen daarop bieden. En met de batterij kan je dus meedoen aan de bieding voor primaire reserve. Wordt ook de FCR-markt genoemd, of Frequency Containment Reserves. En de secundaire reserve is de AFRR-markt. En wat we in de toekomst veel meer nog gaan zien is dat er met een batterij geld te verdienen is door peakshaven en het verhelpen van congestie. En deze markten bij elkaar opgeteld levert ongeveer zo'n 80.000 tot 100.000 per megawatt per jaar op. Per megawatt opslagcapaciteit, dus op vermogen van de batterij. Dat was het verhaal over dus de haalbaarheidsstudie die Windunie heeft uitgevoerd. Zijn er vragen over? Ja, die zijn er. Even kijken hoor. Eerst denk ik even een verduidelijkende vraag. Wat is John? Jij net had het al uitgelegd. Dus het punt waar, waar dus de windpark en de zonnepark bij elkaar komen en het overdracht plaatsvindt naar de netbeheer. Oké. Als dat niet genoeg is, dan mag Marcel nog wel even in de chat nog wat aanvullende vragen stellen. Ja, er worden verschillende namen voor gebruikt. Ja. Misschien dat dat... Wat is een andere naam daarvoor dan? René had een andere naam. René zei dat er binnen Energie Samen een andere naam circuleerde die wij niet kenden. Misschien kan René daarbij springen. Ik ben hem even kwijt wat dan wij als naam hadden. Inkoopstation. Ik ben even kwijt wat wij als andere naam zouden hebben. Dus ik geef het antwoord schuldig. Even door met een vraag van Mark Manknes. Die vraagt, wat als de batterij vol is en niet aan het net geleverd kan worden? Moet je dan afschakelen? Ja, als je bedoelt, dus de batterij is vol, kan niet aan het net geleverd worden. Nou, als het niet meer in de batterij past, dan kun je niet verder opslaan. Dan moet je afregelen van je zonnepark, wordt vaak gedaan. Maar het kan ook windpark zijn. Ja, en is dat afregelen hetzelfde als afschakelen? Nee, tenminste afschakelen klinkt voor mij als helemaal uitzetten. Dat doe je nooit. Je regelt een deel terug. Dus slechts een deel van je product. Alleen dat gedeelte wat niet op het net past, dat schakel je terug. Even zien. Dan zegt Stefan Jansen van Windunie en DEC Zeist. 80 tot 100.000 euro is wel heel erg nauwkeurig. Ik neem aan dat de daadwerkelijke bandbreedte veel groter is. Nee. Dat hangt denk ik ook af natuurlijk hoe je op die markt handelt. Je hebt wel een goed systeem nodig om op die markten te kunnen handelen. Goede voorspellingen te doen. Goed te weten wat de markt gaat doen om te weten of je moet opladen of ontladen. Ja. Maar dit is wat op dit moment wordt verdiend met een batterij. En ook wat de verwachting is dat in de toekomst wordt verdiend met de batterij. Alleen hoe de batterij wordt ingezet, op welke markten, dat verandert wel over de tijd. Nou, ik denk dat Stefan dat nog even duidelijker wil hebben, want hij stelt aanvullend de vraag, dus van wat voor strategie ga je dan uit? Allee.
Wellicht kan ik daar zo meteen iets over, meer over vertellen. Welke soorten maarten er is en hoe je waar kan reageren. Welke combinaties je kan maken. Ja, dat lijkt me goed. Ja, even kijken. Ik heb ook al wat opmerkingen over het inkoopstation. Even kijken, aansluitpunt, zegt Taco. En iemand anders zegt, of wordt misschien het allocatiepunt bedoeld? Zegt, ja. Oh-oh. Ik weet het sowieso niet. Misschien, dat zoeken we even op. Laten we dat afspreken. Ik miste jouw vraag, Liesje. Oh, sorry. Nee, af en toe val je weg. Ik dacht, ik weet niet of het aan mij ligt of waar het aan ligt. Maar misschien dat je vraag nog een keer kunt herhalen. Ja, ik doe mijn camera even uit, want dat kan helpen. Even kijken. Over het inkoopstation. Er worden twee opmerkingen over gemaakt. Misschien aansluitpunt, zegt Taco, of Oebelen, wordt misschien het allocatiepunt bedoeld? Wat bedoeld wordt met het aansluitpunt is letterlijk waar de kabel van de netbeheerder binnenkomt en overgaat. Naar de parkbekabeling, want eigenlijk gaat het natuurlijk de andere kant op. Maar dat gebeurt in het inkoopstation. Dat is gewoon een huisje waar die apparatuur in staat. En is het inkoopstation hetzelfde als allocatiepunt? Je wil een allocatiepunt in het inkoopstation, ja. Ik stel voor dat we even doorgaan, anders gaan we te veel in op één woordje. Even kijken, Joris die wil graag weten of er ook gerekend is met energieopname van het net ten tijde van negatieve energieprijzen en verkoop wanneer de prijs hoog is. Net, aangezien jij de business case hebt doorgerekend, kan jij iets over toelichten? In principe is dat meegenomen, ja. De verwachting is ook dat de negatieve stroomprijzen, de hoeveelheid uren negatieve stroomprijzen gaan toenemen. Maar op dit moment is de primaire inkomstenbron van de batterij de FCR-markt. Die handelt niet met de negatieve stroomprijzen. Maar de verwachting is dus wel naarmate er meer negatieve stroomprijzen komen, dat het gunstiger wordt voor de batterij en voor het hele energiepark in het algemeen. Om die stroom op te slaan op een later moment wanneer de vraag hoger is weer te verkopen. En dat is nu nog een klein onderdeel daarvan. Oké. En dan denk dat deze vraag dan ook voor jou is, Jeannette. Erik de Bruin wil graag weten met hoeveel euro per megawattuur jullie rekenen. Hij heeft het over de CAPEX. Dat weet ik niet of die het over de CAPEX heet, want dat staat er niet bij. Erik, zet je anders je microfoon even aan, dan mag je dat nog heel even... Ja, hoi. Ik had het inderdaad over de CAPEX, maar dat had ik pas iets later erbij gezet. En ik was inderdaad benieuwd wat de kosten zijn van een batterij in wat grotere schaal. Ja, dankjewel Erik. Ik zie nu ook je opmerking. Zover was ik nog niet naar beneden gescrolld. Zal ik die beantwoorden? Jeannette. Oké. De vraag was dus, wat is de prijs per megawattuur? Meerte gaf aan in de presentatie dat onze batterij 7,7 megawatt, maar ook 7,7 megawattuur is. En de reden dat we hebben gekozen voor dat heet dan een C-rate, dat megawattuur gelijk is aan megawatt, is omdat dus de batterij op dit moment vooral wordt ingezet voor de FCR-markt en daarbij een hoog vermogen, dus megawatt, belangrijk is. Maar naarmate het belangrijker wordt om dus bijvoorbeeld negatieve stroomprijzen op te slaan, wil je juist een grotere capaciteit, dus meer megawattuur batterij hebben. En die kun je relatief makkelijk uitbreiden. Maar op dit moment is dus een batterij van 7,7 megawatt en megawattuur aangehouden. Dus is dat gelijk aan elkaar op dit moment. Het gaat om de investeringen. Wij rekenen per megawatt. En voor een batterij ongeveer een richting is, net is het 450.000 of hoger per megawatt? De batterij. Alleen de batterij, 450.000? Sorry? 450.000 per 450.000 euro per megawatt? Is daar waar is mee gerekend, toch? Ja, dat geloof ik wel, ja.
Er zit een bandbreedte in wat voor batterij je kiest. Maar, ja. Want als je zegt... Oh, dan heb je zelf gemute. Maar als je zegt alleen de batterij, is het dan ook wel met de inverters, zeg maar? Ja, die zitten daarmee in. Ja, precies. Oké, maar niet het gebouwtje en dat soort dingen bijvoorbeeld. Dat zit er ook bij in. Dus eigenlijk de container... hier is gerekend een 40-voet container. En daar zitten dus de trafo, de omvormers, zitten daarin. Ook de koeling. Oké. Ja. Dankjewel. Ja. Zien of er nog... dat was de... Even kijken. Dat was de laatste vraag. Ja. Oké. Zal ik dan stoppen met delen, René? Ja, alsjeblieft. Ja. Gaan we deze even aan de kant zetten. Ik ben René Vliet van Energie Samen. Binnen Energie Samen ben ik verantwoordelijk voor Econobus. Dat is het softwarepakket wat corporaties kunnen gebruiken om hun administratie te doen. Maar daarnaast hou ik me ook bezig met flexibiliteit. En mijn doel is het opzetten van een coöperatieve aggregator. Daar ga ik jullie iets over leggen. En ik ga je ook uitleggen wat we hebben geleerd tijdens dit project van het opzetten van die coöperatieve aggregator en het installeren van die batterij in Hete. Maar eigenlijk wil ik jullie ook eerst gaan uitleggen, waar zit nou eigenlijk dat geld? Die 80.000 euro, waar zit dat nou eigenlijk? Waar kan je dat geld eigenlijk verdienen? Als je eigenlijk een stapje verder krijgt, dan zie ik, als ik kijk naar burgers, als ik die vraag en als ik naar coöperaties vraag, en dat doen we ook onderzoek doen, dat is na... En dat hebben we ook bijvoorbeeld gedaan in Loenen. We hebben aan die mensen gevraagd van burgers, wat willen jullie nou eigenlijk? En heel veel burgers willen autonomie. Die zeggen, joh, ik wil mijn eigen huis zelfstandig hebben. Of ik wil mijn eigen gemeenschap zelfstandig zijn in mijn energieverbruik. We willen het samen doen. Mensen vinden het ook leuk dat ze met innovatie bezig zijn. Ze vinden het klimaat belangrijk. Ze willen bijvoorbeeld ook meewerken om het maatschappelijke kosten voor netverzwaring uit te voorkomen. En wat ze ook wel willen is een goedkopere prijs. Maar het is wel in deze volgorde. Ze zoeken autonomie, ze willen het samen doen. En natuurlijk moet ook de prijs ook goed zijn. En vele coöperaties komen naar mij toe. Die zeggen, nou, dit willen we. We willen met onze burgers zelfstandig onze eigen energie uitwisselen, et cetera, et cetera. En ze denken dan, nou, er is al een complete oplossing beschikbaar. Mooi taartje, dienblad. En eigenlijk morgen besteld, morgen geleverd. Maar deze flexibiliteit is helaas nog niet zo helemaal uitgekristalliseerd. En niet alles is allemaal mogelijk. Dus daarvoor dacht ik, nou, dan ga ik jullie eerst eens even uitleggen wat nou eigenlijk die aardbeien zijn. En hoe nou eigenlijk die markt werkt. Zodat je ook een beetje begrijpt waar het geld zit, zodat je ook weet welke stapjes moet gaan doen. Sommigen van jullie zullen dat allemaal wel weten hoe die markt werkt, maar die mag je even je oren dicht houden, maar allemaal wellicht niet. Wat kennen wij eigenlijk allemaal? Iedereen. We kennen allemaal dat wij zelf prosumer zijn. We consumeren energie en wij wekken energie op. Maar we hebben ook bedrijven die energie gebruiken. En we hebben producenten van energie. En sommige van ons zijn ook de producent. Want we hebben dan een windmolen of we hebben een zonnepark en we leveren energie. Al die energie die wordt geleverd aan een energieleverancier. De energieleverancier levert aan de consument, levert aan het bedrijf. En die neemt de stroom af van de producent. En voor het afnemen van die stroom van de producent heeft hij dan een purchase power agreement. Eigenlijk een overeenkomst van de stroomlevering. En als energieleverancier heb je geen vergunning nodig als je aan grootverbruik levert, maar je hebt wel een energieleveranciervergunning nodig als je aan consumenten levert. Dus die dikke blauwe lijnen, die kent iedereen. Maar we hebben ook allemaal die dunne blauwe lijntjes, want iedereen weet dat die ook een relatie heeft met de netbeheerder. En die is per locatie is dat anders. Iedereen heeft een vaste kabel waar hij een transportvergoeding voor betaalt. En je kan niet zeggen, nou, ik wil nu de kabel hebben van Liander in Utrecht, als daar gewoon Stedin daar zit. Dus dat is allemaal vastgelegd.
Iedereen kent deze rollen wel en dat is ook allemaal gebruikelijk. Maar een belangrijke vraag is nou, hoe zit het nou eigenlijk met de balans in het netwerk en waar zit nou eigenlijk het geld? Voor die balans, het handhaven van de balans, is de TSO verantwoordelijk en dat is de tenant. Wat is nou eigenlijk die balans? We zitten nu allemaal naar onze computer te kijken en die computer gebruikt nu stroom. Die stroom die er nu gebruikt wordt, wordt nu opgewekt. Dus de hoeveelheid energie die nu geconsumeerd wordt, moet nu exact gelijk zijn aan dat wat er nu geproduceerd wordt. Het is niet zo dat die stroom die nu door onze computer gebruikt wordt, 5 minuten geleden opgewekt is of 5 minuten later. Het is allemaal nu op dit moment. Dat geldt op de minuut loopt dat. En waarom is dat belangrijk? Omdat daarmee die 50 hertz wordt gewaarborgd. Als we gewoon met z'n allen veel meer gaan consumeren dan dat we gaan produceren, dan gaan de hertzen gaan weglopen. En als de hertzen komen op 49,8, dan klapt het netwerk. Dan stopt het gewoon en houdt het op. Dus het is wel erg belangrijk dat die consumptie op elk moment van de dag gelijk is aan de productie. Dat is niet iedereen bekend. Hè? Kijk, als we zo met allemaal onze computer allemaal uitzetten, dan moet ergens iemand minder gaan produceren. Dat weten we allemaal niet, maar dat is wel geregeld. En wie is hier eigenlijk voor verantwoordelijk voor die balanshandhaving? Dat is inderdaad de tenant voor heel Nederland. Daarnaast hebben we trouwens de congestiemanagement, het kabeltje is te dun, waar Jeannette het over had. Daar zijn de lokale netbeheerders, de DSO's, voor verantwoordelijk. Maar voor de balanshandhaving is de tenant verantwoordelijk. En wij hebben in Nederland maar 1 TSO. In Duitsland hebben ze 3 TSO's. En in andere landen hebben ze meerdere TSO's. Hoe doet die TSO dat? Die heeft eigenlijk 2 andere partijen die hem daar of bij helpen. De ene is de zogenaamde BRP, de Balance Responsible Party. Zoals het al zegt, die is verantwoordelijk voor het handhaven van het land. De oude naam is daarvan de zogenaamde programmaverantwoordelijke. En wat de TSO ook heeft, die heeft Balance Service Providers. Die leveren hun diensten om ervoor te zorgen dat die balans gehandhaafd wordt. Dan krijgen we eigenlijk het volgende plaatje. Ongemerkt, zonder dat iedereen het weet, zit achter elke EAN-aansluiting zit er ook altijd een BRP. Een Balance Responsible Party. Of een Balance Responsible Party. En achter elke energieleverancier zit ook een BRP. Meestal zijn het dan wel 1 bedrijf. Hè? Bijvoorbeeld Essent, die is en energieleverancier en die is ook zijn eigen programma verantwoordelijk of zijn eigen BRP. Maar het kunnen ook verschillende partijen zijn. Partijen die alleen maar bijvoorbeeld balance service provider zijn. Maar achter elke EAN-code zit zo'n BRP. In een nieuwe wet is ook vastgelegd die zometeen gaat komen, dat elke prosumer of elke EAN-code verantwoordelijk is voor zijn eigen balans. Dus eigenlijk ook zijn eigen BRP is. En als consument kan je dat ook weer uitbesteden aan een andere partij. Nou, wat is nou uit die BEP en wat doet die BEP nou eigenlijk om ervoor te zorgen dat het balans is? Dat gebeurt eigenlijk op de dag voor 1 voor vandaag. Wat gebeurt er? Deze BEP die gaat bij al zijn aansluitingen van producenten, maar hier zitten ook de bedrijven, van al zijn EAN-codes gaat hij ophalen hoeveel ga jij produceren. En hoeveel ga je gebruiken? En dat doet hij dan via de energieleverancier die ertussen zit. En vervolgens gaat hij voor de volgende dag, voor 96 kwartieren, voor elk kwartier een programma maken dat hij zegt, ik heb op elk kwartier net zoveel ingekocht als dat ik heb verkocht. Dus als achter jullie windmolen een BRP zit, dan gaat hij inschatten wat jullie windmolen om morgen 12:15 gaat produceren aan energie. En hij gaat ook inschatten wat Jeannette morgen om 11:45 thuis gebruikt. Want hij moet dat afstemmen op elkaar. Dan komt hij erachter als hij dat gaat doen, dat hij dan niet helemaal hetzelfde aan productie heeft als aan consumptie. En dan heeft hij hier een tekort of heeft hij teveel aan energie. En dan gaat hij vervolgens handelen op de elektriciteitsmarkt. Want hier hebben we aan de andere kant ook een BRP zitten, die ook verantwoordelijk heet. En die heeft misschien te veel energie of te weinig energie. En dan gaan we hier handelen. En die handelen vindt eigenlijk plaats op 3 markten, elektriciteitsmarkten. 1 is lange termijn, dat loopt veel langer.
En we hebben twee andere belangrijke markten, dus de day-ahead en de intraday. De day-ahead is de dag van tevoren. Dus de dag van tevoren wordt de energie verhandeld voor de dag van morgen. Dus iedereen gaat lekker handelen en aan het eind van de dag, om twee uur, moeten al die BFP's bij de Tenet een zogenaamd e-programma inleveren. En in dat e-programma staat voor de komende 96 kwartier heb ik net zoveel ingekocht als dat ik verkocht heb. Dus op papier zijn we in balans. Nou, dat is heel mooi. Er is hier veel handel geweest. Dus op papier hebben zij netjes in balans gegeven. Die e-programma's komen allemaal aan bij de Tenet. En die gaat dan aan de slag. Nou, nu gaat de dag beginnen. Dan komen we eigenlijk op de volgende dag. De day is vandaag. Het is 12 uur. En helaas... die windmolen voor jullie, die gaat toch, het waait iets harder dan gedacht. En die windmolen gaat iets meer produceren dan dat hij de dag van tevoren had bedacht. En Jeanette gaat ook iets minder gebruiken, want ze was toevallig niet thuis. Dus ze gaat wat minder gebruiken. Dus deze BEP, die heeft te veel energie. En die is dus uit balans en die wijkt dus af van zijn zogenaamde E-programma. En hij zit dus in de plus. En deze, nou, die heeft het ook een inschattingfoutje gemaakt en hij zit dus in de min. Hij is in onbalans. Nou, die tellen samen op, de plus en de min. En dat betekent dat de totale markt, deze min is groter dan de plus, de totale markt zit in de min. Hey, denk dan de Tenet, dat is niet zo best, hè? Want ik heb net gezegd, dat kan niet. Het kan niet uit balans zijn, want dan klapt het netwerk. En daarvoor zegt de Tenet, ik ga dan eigenlijk een partijen inschakelen. Dat zijn de zogenaamde BSP's. En dan ga ik vragen of zij mij helpen om dan extra of meer energie te gaan leveren. In dit geval, omdat de totale onbalans meer is, gaat de Tenet vragen aan de BSP, wil je alsjeblieft meer energie op het netwerk gaan zetten? Wij zijn ook BSP als coöperatieve, dus hij vraagt aan René. René, wil je alsjeblieft 1 megawatt extra op het net zetten? Nou zeg ik, dat willen we doen, maar daar willen we wel voor betaald krijgen. Dus geeft u mij daar maar voor geld. Nou, zegt de Tenet, dat is mooi, ik geef je daar geld voor. Hey, maar de Tenet moet betalen. Wie gaat nou die plus dat geld betalen wat de Tenet hier nodig heeft om deze mensen te betalen? Dat gaan deze mensen betalen die... afgeweken hebben van het programma. Dus eigenlijk zijn die de sjaak. Deze heeft een nulprogramma, die is in de plus en die is in de mul, is in de min. Die hebben dus onbalans veroorzaakt en die moeten daarvoor boete betalen. En die boete is net zo hoog als de Tenet moet betalen aan die BSP's. Eigenlijk is het voor de Tenet saldo nul, want die moet betalen om de onbalans op te heffen en die vangt dat weer bij de BSP's. En dat kan best behoorlijk in de papieren lopen. Als de BEP's zeg maar 1 keer in het jaar of 2 keer in het jaar eens een keer in de fout gaat, in de min gaat, kan het heel veel geld aan risico zijn wat dat is. Vandaar dat als jij BEP'er wil worden, dan moet je ook een bankgarantie afgeven van zoveel geld om zeker te stellen dat je ook dat kan betalen. Er zit nog iets anders in hier zo. Eigenlijk deze, de totale markt is in de min, zie je hier zo. Hè? Dus dan gaat de Tenet vragen aan de BSP, wil je plus bijleveren? Maar deze zit in de plus. Dus deze BEP zorgt ervoor dat de totale onbalans in de markt lager is. En daar wordt hij ook voor beloond door de Tenet. En dan zie je ook dat de BEP's, de programmafanten, gaan meehandelen op die onbalansmarkt. En dat noemen ze dan passief onbalans. Eigenlijk ga jij je flexibiliteit die jij hebt, hè? Want jij als windmolen heb jij flexibiliteit. Jij kan je flexibiliteit uitzetten, kan je verkopen aan de BSP, want die gaat dan aan de Tenet verkopen om hier te reageren. Maar jij kan je flexibiliteit uitzetten van jouw zonnepark of je batterijflexibiliteit, kan je ook aan je BEP verkopen. Want dan gaat u hem hier inzetten op de passieve onbalans. Eigenlijk zijn ze dezelfde markt, want het gaat om dezelfde prijs. Wat ze zeggen, die passief onbalans is een beetje meer risico. Want je moet van tevoren inschatten, hoe gaat het met die onbalans? Gaat die omhoog of omlaag? En op basis daarvan gaan ze reageren.
En als je een keer naast zit, je zit toevallig net de verkeerde kant, dan moet je bijbetalen. Terwijl hier de maart eigenlijk veel zekerder is. Je krijgt hier een commando, up. Je moet nu leveren en dan krijg je dat geld voor. Dus de hoeveelheid geld die in die passief onbalans zit, zit eigenlijk ook hetzelfde hier, alleen hier heb je minder risico. Deze markt die hier zit, dat heet de onbalanshandhaving van de tenant. En die heeft daar drie smaakjes voor. Dat is de FCR, dat is de AFFR en dat is eigenlijk de noodvermogen. Primair vermogen, secundair vermogen. Het gaat me even nu eigenlijk te ver om dat eigenlijk verder uit te leggen. Maar er zijn drie smaakjes voor. Die dan ook weer drie soorten eisen stellen aan de batterij die we hebben. Kortom, waar zit nou eigenlijk het geld? Het geld zit dat je het hier kan verdienen bij de tenant op drie markten. En het geld zit voor de onbalans, voor je flexibiliteit, dat je het hier kan zitten. Wat je ook zou kunnen zeggen, dat die BHP kan ook op die elektriciteitsmarkt op deze dag ook verkopen. Hij kan volgens mij 10 minuten van tevoren, kan die eigenlijk ook zijn nog extra energie inkopen of verkopen voor de dag. Dus als hij dan ook hier flexibiliteit heeft, hij kent zijn E-programma, hij heeft zijn flexibiliteit, dan zou die ook daarmee kunnen handelen, ook op de energiemarkt. Dus dan zie je eigenlijk weer vier delen. Eén is die drie markten die je hier hebt. Hè. Dus primair vermogen, secundair vermogen en tertiair vermogen. Passief onbalans en dan ook misschien hier via de elektriciteitsmarkt. Dat je dan ook nog wat centen kan verdienen met flexibiliteit. En flexibiliteit is dus dat je meer of minder kan vermogen kan leveren. Nou, dus daar zitten de centen. Die 80.000 euro... kan je dan uitrekenen, want sommige van die markten kan je combineren. Die FCR-markt is bijvoorbeeld, je moet dan 4 uur verplicht klaarstaan om te helpen. Terwijl die passief, dan kan je zeggen, ik ga eerst 4 uur FCR doen, dan kan ik stapelen, want dan ga ik hier 4 uur doen, of 4 uur doen. En als ik dat dan niet gekregen heb, dan ga ik snel weer naar de AFFR-markt. Die sommige van die markten zijn wel of niet in combinatie zijn die mogelijk. En dan hebben ze allemaal van die calculaties gemaakt. Dat heeft Dexter heeft dat gedaan. Die zegt, die FCR maakt er zoveel. Als je dat dan combineert, dan hebben ze die voorspellingen. Dan zien ze al die cijfers die hier zijn. En dan kunnen ze op basis daarvan zeggen, nou, bij die is het zo. Gestapeld met die, is dan eigenlijk die hoeveelheid markt. En dan lopen de bedragen uiteen. Hè? Want wij horen, wat kan je dan met 1 megawatt verdienen? En sommigen zeggen, ja, dat is dan 40.000 euro per megawatt. En de anderen zeggen, ja, je kan er inderdaad tussen de 60.000 en de 80.000 euro. Hoewel ik wel geloof, want die haalbaarheidsstudie die Meerte heeft laten uitvoeren, ja, daar zullen ze echt wel over nagedacht hebben hoeveel geld dat is. Maar goed, er zit ook wel een stukje onzekerheid zit daarin. Gaan we even verder. Wat hebben we nou eigenlijk gaan in heten? We hebben daar een zogenaamde loodzuuraccu geprobeerd. Dat was ook de opzetje voor ons om ook überhaupt de beschikking te krijgen op over een loodzuurbatterij zonder dat we daar heel veel geld voor moesten betalen. Waarom een loodzuurbatterij? Er zit in Nederland een fabrikant van loodzuurbatterijen en die zegt, joh, wij zouden ook kijken of we die batterijen geschikt kunnen maken voor deze soorten markten. En die wilden dat eigenlijk zeg maar met ons samen uitproberen. Dus we hebben eigenlijk een 1,2 megawatt loodzuuraccu. Verdeeld over 4 containers hebben we geplaatst met de omvormers hier ertussen. En die hebben we daar neergezet. En die zijn we nu aan het testen of die dezelfde specificaties heeft als een lithium-accu. Nou, deze loodzuuraccu's kunnen niet zo snel heen en weer. Dus die zijn niet zo geschikt voor de FCR. Maar ze kunnen wel heel lang en veel vermogen. Dus daarvoor zijn ze weer heel geschikt voor de AFFR-markt, voor die secundaire markt. Goed, we willen ook aansluiten op de AFFR-markt. Dat is eigenlijk wel een mooi verhaal. De tenant heeft 2 jaar geleden gezegd, wij hebben op die AFFR-markt hebben we alleen maar grote deelnemers, een stuk of 6 waren. En die zeiden, wij willen dat ook openstellen voor kleinere deelnemers met minder vermogen, maar ook voor duurzame opwekkers. Wij als Energie samen heb ik opgetrokken met Escozon. We zijn naar Tennet gegaan en wij gezegd, wij willen meedoen met deze pilot. We hebben erbij gezegd, we hebben eigenlijk geen ervaring hiermee. We snappen er eigenlijk nog niks van. We hebben ook nog geen batterij, we hebben nog niks. Maar wij vertegenwoordigen de burgers. We hebben in Nederland iets van 700 coöperaties met 600 megawatt of 700 megawatt opgesteld vermogen.
En wij vinden dat de burger ook mee moet doen met die kunnen markt. En wij willen hier gewoon gaan leren. En wij willen dus daar ook in mee participeren. En we zijn toen als een van de 7 partijen geselecteerd om ook die pilot te gaan doen. Dat heeft ons ontzettend veel kennis op gedaan. Want wij weten nu hoe die markt eigenlijk ook werkt. En we hebben ook aangesloten op het zogenaamde equity platform. Dus we hebben daar echt ook dat gerealiseerd. En we zijn nu eigenlijk sinds een maand nu ook officieel, zijn wij zogenaamde balance service provider. Als je naar de site gaat van Tennet, dan zie je onze naam van coöperatief, zie je eigenlijk weer terugkomen. Nou, dat is eigenlijk wel heel erg gaaf. Maar het hogere doel wat wij willen hebben, is eigenlijk dat we een aggregator opzetten. En die aggregator kan dan eigenlijk die flexibiliteit die bij de coöperatieve zonneparken aanwezig is, kan die dan gaan vermarkten. Dus in dit geval hebben we die batterij neergezet. Wij hebben de flexibiliteit. Wij zijn de aggregator en we verkopen die flexibiliteit aan de Tennet op de secundaire reserve op de AFFR-markt. En we zijn het nu aan het uitwisselen. En voordat we aansluiten, krijgen we eurotjes terug. Nou, dat heeft nogal wat voet in de aarde. Want om het echt allemaal aan de praat te krijgen en om het te draaien, dat is nogal wat... geeft nogal wat gedoe. Wat willen we nou eigenlijk bereiken als coöperatieven? Want ik zei net, we willen, en dat zie ik, hoor ik bij heel veel, autonomie. Je, binnen je eigen gemeenschap, voor je eigen energie verantwoordelijk zijn. En ook alle revenue, al het geld dat daarmee verdiend worden, binnen je eigen gemeenschap houden. Daar moet je eigenlijk een aantal rollen voor invullen. Nou, die consumenten voor de burger, van de burger voor door de burger. Daar spreek ik iedereen even aan, niet in zijn functie, bij welk bedrijf die werkt of is, maar gewoon als burger zelf. Als burger zijn we natuurlijk onze eigen consument. We zijn zelf al de producent. Daar kan ik een vinkje bij zetten. Als coöperatieven hebben we al heel veel opwek en hebben we heel veel producenten. Als coöperatieven hebben we ook reeds 2 energieleveranciers. Ik zie trouwens dat Brendan de Graaf zit in de meeting. En Brendan de Graaf is de oprichter van een van die coöperatieve energieleveranciers die nu samen om heeft. Dus eigenlijk hebben we die rollen ook al van energieleveranciers. En nu is de volgende stapje, daar heb ik een half veetje neergezet, is dat we ook die rol van de BSP gaan pakken. En dat we die ook coöperatief gaan invullen. En de holy grail is dat we daarna ook de BSP, de programmaverantwoordelijke, willen gaan hebben. En hier in deze meeting zit ook Taco Kuipers. En Taco Kuipers is ook al 2 jaar aan het zeggen, jongens, wij als coöperatieven zouden ook deze rol als programmaverantwoordelijke moeten hebben. Want als we al die rollen hebben, dat is het spel wat we daarboven zagen, die kunnen we dan allemaal zelf spelen. En alle revenue, al dat geld dat daar verdiend wordt, kunnen we dan bij onszelf laten landen. Maar het is wel handig als je flexibiliteit hebt, als je dus het vermogen hebt om meer of minder te gaan leveren, dan kan je ook makkelijker je rol als BSP en je risico's daar ook gaan afvolgen. Of kleiner gaan maken. Dus even die aggregator. Hoe staan we nu? We willen deze gaan oprichten in Q4 van 2021. En we willen daar als onderdeel maken van Energie Samen. Waarom? Dat hebben we zelf ook bij Economisch zijn. Als je gebruiker bent van die coöperatieve eigenaar van de diensten van die coöperatieve aggregator, dan ben je ook gelijk de eigenaar van die coöperatieve aggregator. Net zoals we bij de energieleveranciers, de burger is de eigenaar van de coöperatie en de coöperatie is weer eigenaar van de coöperatieve energieleverancier. En dan zometeen ook van de coöperatieve aggregator of de BSP en zometeen ook weer van de coöperatieve BRP en de BSP of BRP, programmaverantwoordelijke. En we zijn dat nu aan het testen. Wat nu al is, is we zijn nu al reeds BSP. Die BSP-rol hebben we even nu laten landen bij Escozon. Maar die heeft altijd al gezegd, deze rol van BSP, en dat heb ik al tegen de Tennet gezegd, die gaan we zometeen overdragen naar de nieuwe entiteit die wij in 2021 gaan opzetten. Wat willen we gaan doen? Kijk, bij Staat, dat is die droom die we hebben, dat we alles zelf kunnen doen. Maar we moeten stapjes op weg daar naartoe gaan. En wij hebben gezegd, laten we ons op die stapjes gaan richten, waarvan dat er al een beetje geld te verdienen is. Dus waar zit nou eigenlijk nu vandaag de centen? En onze conclusie is, vandaag zit de centen nu in het afschakelen van het park, stapje 1. En dat je daar geld kan verdienen mee op de AFFR-markt. En wellicht ook op die 9 initiatiefprijzen. Want
mensen worden al gekort op hun subsidie. Hè? Daar hebben we allemaal een brief van gekregen, dat we minder subsidie hebben gekregen, omdat de onbalanscorrectiefactor iets groter was. Dus als je in staat bent om je park uit te zetten als er negatieve energieprijzen, dan zou je ook minder korting kunnen krijgen. En dan zouden we ook naar de BEP kunnen gaan en zeggen, joh, we voorkomen voor jou negatieve energieprijzen. Kunnen we er even over praten dat wij dat geld daarvoor zouden kunnen krijgen. Wat we ook als eerste dienst willen gaan aanbieden, is het aansturen van een laadpaal. Want eigenlijk zit er heel veel flexibiliteit ook in een elektrische auto. En als we dat dan gaan doen op basis van Apex-prijzen, dan ga je je auto laden als de energieprijzen laag zijn. Want we denken dat daar eigenlijk het geld zit. En dan willen we eigenlijk dat als een aanbod bieden aan coöperatieven. Dus zeggen, joh, je kan je park schakelen en je kan de auto's van jouw leden kan je schakelen. En hebben we dan een oplossing voor. En het volgende stapje is ook de opslag bij. Want daar moeten we ook wel echt ook gaan de business case nog gaan bepalen. Hè. Meerte heeft gezegd, die hebben een business case voor een 8 megawatt accu. Hè, met een opbrengst van 80 tot 100.000 euro. Maar in ons geval, nou, wij zijn aan het testen, maar we zijn nog een beetje aan het boek. Ik heb die 80.000 euro nog niet gezien dat ik hem kon verdienen. Maar goed, het is ook omdat wij ook misschien ook een beetje nog aan het testen, aan het bewegen zijn. Nou, deze diensten willen we eerst gaan testen, want wij hebben eigenlijk al gezegd van ja, we kunnen wel mooie verhalen gaan houden. Laten we nou bewijzen dat het werkt en dat we het als dienst hebben. En als we die diensten hebben, dan kunnen we een propositie maken naar de coöperatief en dan kunnen we dat gaan doen. En de potentie is natuurlijk waanzinnig, hè? Kijk, als coöperatief hebben we nu 600 megawatt opgesteld vermogen. We krijgen zometeen zeg maar de helft van alle land en of van alle zon en wind op land. Dan praat je over heel veel. En als we daar dan zeg maar onder de knop schakelbaar vermogen hebben, dan praten we over bij spreken over 100 megawatt wat wij aan en uit kunnen zetten in de markt. Nou, dan worden we echt een partij en dan hebben we ook iets te vertellen en dan kunnen we ook een goede speler worden. In al dat verhaal, lessons learned. Die markten, die gaan allemaal verschuiven. Mensen zeggen nu, de markt van de tenant is nu belangrijk. Maar over 4 jaar zeggen ze dat handelen met je flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt wordt aantrekkelijker. Ze zeggen, nu is bijvoorbeeld de auto degene die flexibiliteit biedt. De warmtepomp nu niet, er is geen business case, maar dan zeggen ze de warmtepomp is over 5 jaar dat die rendabel wordt. Iedereen zegt dus ook, in deze markt verandert het zo. Dus lesson learned is, zorg dat als je wat doet, dat je eigenlijk flexibel blijft, dat je op verschillende partijen eigenlijk zeg maar, of verschillende markten kan inspelen. En dat je dat kan veranderen in de tijd. Ja, iedereen is gewend zijn PPA te hebben. En eigenlijk komt die energieleverancier bij jou toe en zegt, mag ik jouw flexibiliteit hebben? Mag ik jouw windmolen of jouw zonnepark aan- en uitzetten? Want dan krijg je van mij daarvoor een vergoeding. Maar let op, je kan je flexibiliteit aan veel meer partijen verkopen dan aan je energieleverancier. Dus, dat heb ik hier aan onder gezet. Zorg voor een flex met PPA. Als je nu een windmolen of een zonnepark gaat bouwen, staat altijd een zinnetje in. Als wij zometeen flexibiliteit hebben, dan gaan we dat met deze energieleverancier gaan we dat dan lekker samen oplossen. Want dan gaat die energieleverancier met de achterliggende BEP gaat dan wel eens even regelen dat zij die potentiële flexibiliteit hebben. Nou, ik zou een zinnetje hierin opnemen. Ik ben zelf de baas over mijn eigen flexibiliteit en ik bepaal zometeen aan wie ik dat lekker ga verkopen. En als ik dat dan aan een andere eggenketen wil verkopen, en dan komen er heel veel in de markten, dan zou ik dat zeker kunnen gaan doen. En heel praktische dingen. Wij gingen die batterijen neerzetten. Ik zal hem even hier neerzetten. Hier. En de weg ligt hier rechts. En de batterijen moesten hier achter deze station komen te staan. Dus we moesten hier met een soort rupsvoertuig door het gras heen rijden om hier de batterijen neer te zetten. Want toen we dat park gebouwd hebben, toen wisten we niet dat daar batterijen waren te staan. Dus als je nu een nieuw park gaat bouwen, denk dan na van als ik ooit nog eens een keer batterijen ga neerzetten. Ja, waar zou ik die dan neer moeten zetten? Iets heel praktisch uit dan. Hadden we dit was het anders ingesteld, hadden we de batterijen aan de weg kunnen zetten, was het veel makkelijker geweest. Even een andere les geleerd.
de kabels. Hetzelfde geldt voor die kabels. Er moeten vanuit de batterijen moeten er weer kabels getrokken worden naar het kastje. Waar dan ook de aansluiting naar het transformatorhuisje zit. De hele rol moest er open en er moest ook wel uitkomen. Brandveiligheid. In Weert hebben ze ook een zonnepark gelijk met een batterij zeg maar, neergezet. En toen zijn ze naar de brandweer geweest. En die zeiden, oeh, wacht even, lithium-accu, ik zou iets mee kunnen gebeuren. En die gaan er veel feller op worden, of veel meer terecht ook naar kijken. Dus als die batterij dan wel of niet in de brand zou gaan, hoe kan je er dan bij bereiken? Is die bijvoorbeeld te isoleren van de andere delen? Kan je hem rustig laten uitbranden, et cetera? Dus kijk ook weer bij, als je je park gaat ontwikkelen, van hoe zit het met de plek van de batterij en is die ook brandvaak? Een hele simpele. Als jullie een park gaan kopen, vraag aan je leverancier, kan ik deze, mijn park, mijn zonnepark of mijn windpark schakelen? Op welk knopje kan ik drukken om hem uit te zetten? Of om hem minder of meer te laten produceren? Daar hebben fabrikanten al oplossen voor. Wij hebben bijvoorbeeld nu een aansluiting met SolarEdge. SolarEdge heeft er een platform voor. Via SolarEdge doe je al beheer. Maar via dat platform kan je ook het zonnepark uitschakelen. Dan kan je het van 0 tot 100% kan je hem uitschakelen. Let wel, dat kost wel geld. Want die SolarEdge zegt, zo'n park schakelen, dat kost je zoveel per megawattuur. Dus als je dat in je contractonderhandeling, als je een park koopt, zegt dan iets over, kan ik hem zometeen aan- en uitzetten, dit park? En wat gaat me dat dan kosten als ik hem aan- en uitzet? Breng dat gelijk te sprake. Een vaste communicatieverbinding. Ik weet dat ze Weert hebben ze nu zelfs al, twee internetverbindingen hebben. Eentje van de linkerkant vanuit het park en eentje vanuit de rechterkant van het park. Want als je het park wil aansturen, dan wil je wel zeker weten dat die aan of uit gaat, of dat die op secondebasis meer of minder gaat leven je batterij. Dus bijvoorbeeld, denk er nu alvast na over hoe ga je daar een kabel of een vaste communicatieverbinding hebben. Leg er gewoon een internetverbinding naartoe. Maar doe dat al bij het begin van de bouw, als toch de boel al open ligt. En last not least, dat heb ik net al gezegd, je PPA. Er staan mooie zinnen in over verborgen. Iedereen is natuurlijk bij het realiseren van een wind- of een zonnepark heel erg van hoe krijgen we de opbrengsten uit de verkoop van de stroom. En die vergeten naar dat zinnetje te kijken waarin staat over die flexibiliteit en wat daar later over moet gebeuren. Goed, dat waren het verhaal wat ik wilde vertellen. Oké, dankjewel René. Er zijn wel wat vragen, ook mensen die wat ervaringen aan het uitwisselen zijn. Maar een belangrijke vraag denk ik, dat je even uitlegt nog wat een aggregator is. Ja, een aggregator is is het woord van een verzamelaar. Dus eigenlijk, je bent verzamelaar van flex. Dus je bent verzameld flex van diverse parken. Als aggregator zie ik in de toekomst, wij als coöperatieve aggregator, wij hebben dan zeg maar het park in Heten wat we kunnen aanschakelen, aan en uit kunnen zetten. We hebben de batterijen die we in Nijmegen hebben staan, bij wijze van spreken. We hebben de auto's, de elektrische auto's die bij onze leden staan. En wij verzamelen die flexibiliteit. En dan kijken we naar de markt. En dan zegt de Tennet, zegt, ik wil nu 3 megawatt dat je bijschakelt. En dan kijken wij en denken, welk park is er nu? Of welke auto moeten we nu wel of niet laden? En eigenlijk ga je dan als aggregator ga je die flexibiliteit vermarkten. Maar een aggregator wordt ook bijvoorbeeld gebruikt in de nieuwe wet voor als leden te veel onderling energie verhandelen met elkaar. En de buurman heeft te veel energie en die wil die verkopen aan de andere buurman. En dan zegt de wet, en heb je de rol, de aggregator, die koopt dan die energie van de losse leden en die verkoopt het weer aan de andere leden. Je kan ook zeggen als aggregator, ik ga de aggregator worden en ik ga de BSP-rol, de programmaverantwoordelijke of de BSP-rol bundelen. Dan ga ik al die vragen, die ga ik bundelen. Dus de aggregator is meer een soort containerbegrip voor de combinatie van die rollen om dat aan te bieden. Dankjewel. Zal ik de vraag zelf even misschien lezen? Mag ook, als je dat fijn vindt.
elektrische autoschakels op basis van Apex prijzen of zon achter de meter. Doet coöperatie Vrijstad Energie met stekker app? Ja. Dus hoef je dus niet meer wind of zon af te regelen. Maar ga je juist auto's opladen. Ja. Ja. Ja, nou maar kijk, in eerste instantie, er is natuurlijk nu een business case voor het individueel afschakelen van een auto, omdat je hem in of dingen. Er is geen business case helaas dat je jouw parkenergie levert naar die auto. Want daar is niemand betaalt je daarvoor. Maar dat is trouwens wel uiteindelijk mijn droom. Uiteindelijk is het de droom dat als jouw lokale park veel meer energie levert, dat je dat bij wijze van spreken kwijt kan in je lokale auto's. En dat we eigenlijk dan ook, ik zie dat ook in de toekomst vormen, dat je eigenlijk een soort energiegemeenschap aanbod hebt. Dat je zegt, jongen, binnen je energiegemeenschap hebben we allemaal samen opwek, we hebben auto's, we hebben warmtepompen, we hebben een park en we hebben batterijen. En binnen onze gemeenschap gaan we de flex, dat gaan we delen en gaan we het ten gunste van ons allen gaan we gebruiken. En dan kan de strategie bijvoorbeeld zijn, ten gunste van ons alles, wij willen maximale autonomie. Wij willen maximaal onze eigen stroom gebruiken. Een andere strategie zou zijn, waar het algoritme daarvoor zou moeten werken, is dat je zegt, we willen met elkaar zoveel mogelijk geld verdienen. Dat vinden we het leukste. Of een andere strategie zou kunnen zijn, nou, onze doel is om bij wijze van spreken ons CO2-uitstoot te minimaliseren. En eigenlijk heb je dan al die assets die je kan schakelen, al de markten, en dan heb je eigenlijk die algoritmes, waarvan ik vind dat wij die ook als coöperatieve sector ook moeten bouwen, die bepalen van waar kan je nou het beste wat gaan doen. Nefit heeft All Electric Smart Grid te beschikking. En wij hebben, ja, en wij hebben bij een ander project hebben wij warmtepompen aangeschakeld. Of aangeschakeld. Helaas, pindakaas. Elke warmtepomp is anders. De Niebe heeft een cloud. Via de cloud kan je de warmtepompen aansturen. Maar zelfs via die cloud heeft Niebe verschillende merktypes warmtepompen die je op een andere manier weer aan te schakelen zijn. Vervolgens zegt Niebe, gebruik maken van mijn cloud om een nieuwe warmtepomp aan te sturen kost 25 euro per jaar. En wij hebben uitgerekend wat je met een warmtepomp op de flexmarkten kan verdienen in een jaar. En dan komen we uit op 35 euro, 40 euro per jaar. Dus dan moet je al het schakelen en de rekening et cetera doen. Dus het geld wat je met een warmtepomp kan verdienen is eigenlijk heel erg lastig. En dan zou je alleen al aan zo'n cloudfabrikant al 25 euro kwijtraken. Maar in deze hele assets van warmtepompen, elke warmtepomp is anders. Elke warmtepomp is moeilijk aan te sturen. En dat is eigenlijk een enorme hobbel om de warmtepomp te ontsluiten voor de markt. Schakelen van inverters kan goedkoper, bijvoorbeeld via een gateway. Ja, nou dat is dan, je kan dus op twee manieren gaan schakelen van lokale assets. Is via de cloud van de betreffende provider. Maar goed, dan zit je vast aan de kosten van die fabrikant. Of je kan inderdaad je eigen kastje gaan ontwikkelen. En wij zijn nu inderdaad samen met een andere leverancier ook een gateway aan het ontwikkelen. Die we dan in het huis neerzetten. En waar we in eerste instantie de laadpaal mee kunnen gaan sturen. En dan kan je het vervolgens gewoon optuigen. Als je dan die gateway in het huis hebt. Dan kan je ook laten zeggen, dan ga ik ook die warmtepomp hebben. Maar let op. We hebben ook een subsidietraject. En zei die man van de RVO, zei, als er nu iemand bij mij komt en die zegt, ik ga eens even kijken hoe wasmachines kan aansturen. Hij zegt, nou die stuur ik al gelijk naar huis, want die snapt dat niet. Want daar zit nog helemaal geen geld. Het geld zit pas over 5 of over 10 jaar zit dat pas bij warmtepompen. En bij wasmachines zit het pas over 20 jaar. Vandaar dat wij ook gezegd hebben, laten we nou focussen op de afschakelen van zon- en windparken. Daar zit geld. En in de auto zit geld. René, we hebben nog 8 minuten. Dus zou je misschien iets korter antwoord kunnen geven? Ja. De piekerstroom gebruiken voor opwek van waterstof. Ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, lopen ook projecten natuurlijk om stroom om te zetten in waterstof. Maar ook dat zie ik in de toekomst. Eigenlijk zien die dingen. Is een waterstofproductiesysteem voor zowel vermogen niet veel logisch en rabel om stroommarkt te stabiliseren? Nee, nu niet. Helaas binnenkaas, want nu is er volgens mij geen business case voor waterstof. Ik weet dat er enorme. Nou, ik zie Oebelen zijn nusgen. Maar ik begrijp dan niet waarom er dan enorme subsidies moeten gegeven worden voor elektrolyzers van 20 megawatt.
Want als die dan al business case zouden hebben, zouden ze denk ik geen subsidie meer hebben. Maar ik zie dat wel in de toekomst. Alleen, ik zie hem nu nog niet even niet. Ik heb een naam genoemd, Sinne Wetterstof. Een project in Oosterwolde, waar inderdaad de piek aan zonne-energie die wordt opgewekt, wordt omgezet tot waterstof. Dat is nog een project, dat is nog zeg maar in ontwikkelfase. En daar is recentelijk een webinar van geweest. Oh, leuk. En als je dan die waterstof zou bijmengen met het bestaande gas, kun je dus met cv-ketels voor oudere woningen toch je woning verwarmen, maar wel met een CO2-reductie. Ja, hartstikke leuk. Ja, in Zeeland hebben ze een project dat een windmolen rechtstreeks waterstof produceert. En die waterstof gaat dan door het gasnet heen. En dan kunnen iedereen gewoon zijn kacheltje in het dorp mee opwekken. René, daar heeft Liv een mooi platform voor gebouwd. Dat weet ik, Brendan. We gaan dan een keertje wel praten. Ja. Ja, het is wel verschil met het project in Zeeland, dat ze het aardgasnet of het aardgas eruit zit. Dus dat inderdaad alle systemen worden omgebouwd tot een waterstofboiler, et cetera. Dus niet bijmenging. Bijmenging is vaak de prijs die je dan krijgt voor waterstof, is gelijk aan de prijs van aardgas. En dat is vaak lager dan de kosten voor waterstofproductie. Op dit moment. Ja. Stefan zegt, hoe speculatief is deze optimalisatiestrategie en is de financiering door de bank of de ES-leden? Ja. Ja. Ik zag laatst ook een batterijbijeenkomst en dan zeiden ze, nou kijk, wind- en zonneparken, daar zijn banken nu wel aan gewend dat ze dat kunnen financieren, want dat geloven ze nu ook al. Maar die hobbel moeten ze nu nog gaan nemen voor een grote batterijenopslag. Want dat geloven zij nog niet. En is de business case ervan. Dus daar zie je de markt enorm hard werken ook om dat geloof bij de banken te krijgen. Maar goed, dat krijg je nu dan. De volgende stap is natuurlijk ook met de flexibiliteit van al dit soort projecten. Dat kunnen ze allemaal wel bedenken. Maar uiteindelijk moet inderdaad de bank zeggen, ja, daar geloof ik in. Volgens mij hebben ze allemaal gehad, de vragen. We hadden ook nog twee afrondende slides. Ter afsluiting, misschien goed om daarmee af te ronden. Ja. Oh, ik heb daar zin in niet bij gezet. Misschien kan jij hem even overnemen. Zal ik het even doen? Ja. Ja. Okay. Jullie uiteraard allemaal bedanken voor jullie aandacht. En eigenlijk bij de oproep, bent u eigenaar van een windpark en is er ruimte voor een nieuw zonnepark waarbij de scalepooling kan worden toegepast, of bent u geïnteresseerd in een haalbaarheidsstudie naar energieopslag bij uw wind- en of zonnepark, neem dan gerust contact op met Jeanette Nienhuis of Meert Koch, mij. En wilt u meer weten over flexmarkten, bijdragen aan de ontwikkeling van de coöperatieve aggregator waar René over vertelde, neem dan contact op met René. En we houden jullie graag nog wijzen op dat er een webinarserie komt voor speciaal voor burgercoöperaties over samenwerking geeft energie. Nou, deze presentatie zal gedeeld worden met de deelnemers, dus kun je rustig nalezen. Maar dit webinarserie wordt voor ons aanbevolen om zeker te gaan volgen. Volgens mij zijn we er. Zo. Bedankt voor jullie aandacht.